Het is iets na 12 en dat betekent dat het tijd is voor een gloednieuwe WK Daily. In Rusland is er een rustdag tijdens het WK voetbal. Maar bij WK Daily kennen we geen rustdagen. Maar we hebben wel weer een kerstverse gast in de vorm van Kees Kwakman. Kees, hele goede middag. Hey Kees, het is voetbalshirt vrijdag. En ik dacht, nou, ik verras jou ermee. Maar eigenlijk verras jij mij met jouw shirt. Want ik zie dat het een Augsburg shirt is, maar het is niet een heel bekend Augsburg shirt. Nee, dit was ons derde shirt. Hè? Zo, wij hadden zelfs een derde shirt hè, bij Augsburg. Wit-rood was thuis en uit was helemaal rood. Die was ook echt mooi. En dit was onze derde shirt, maar die hebben we nooit gedragen. En deze lag nog ergens. Ik vind hem wel mooi eigenlijk. Kijk, nummer 14 voor de mensen. Speciaal voor Johan Cruijff droeg ik dat vaak. Mocht je je nummer kiezen? Ja, zeker. Ja, die was nog vrij. Ik kwam toen het seizoen al begonnen was. Hè, dus ik had mazzel op mazzel. Okay. Deze was nog vrij, dus zodoende. Heel goed. Trouwens, voetbalshirt vrijdag. Fantastisch mooi initiatief van Goal.com. En er zit ook natuurlijk een goed doel aan verbonden. Dat is Kasper, de clubarts van Feyenoord. En je kan ook bieden op fantastische shirts. Daarvoor meer op onze social media kanalen vandaag te zien. Dus het is voetbalshirt vrijdag, die hashtag volgen. En dan zie je de mooiste shirts voorbij komen. Laten we gaan naar het voetbal van gisteravond. Ja. 4 laatste wedstrijden. Japan-Polen beginnen we mee. Normaal zie je wel eens dat een ploeg het rustig aandoet. Hè, als ze genoeg hebben aan een gelijk spelletje. Japan heeft gewoon de laatste 3 minuten in blessuretijd gewoon de bal naar elkaar toegespeeld. En zo nog wel langer volgens mij. Ja. Ja, zodoende met 1-0 verloren. Ja, dit hebben we natuurlijk gisteren bij WK-talk ook uitgebreid besproken. En het is ook aardig wat mensen op Twitter die er ook over een mening over gaven. Dit is heel moeilijk. Wat kun je hier aan doen? Het gaat over fair play. En dan de laatste 10 minuten speelt Japan die bal rond. En die hadden dan ook nog mazzel dat Polen ook niet meer moest. Ja, dat is een situatie die denk ik uiteindelijk gewoon niet te voorkomen is. En ontzettend zuur voor Senegal natuurlijk. Maar goed, ja, dit ga je nu krijgen. En het is eigenlijk wel goed bedoeld natuurlijk. Dat je met gele kaarten, de minste kaarten, dat die doorgaat. Ja. Maar ja, dit was ook weer niet helemaal de bedoeling denk ik. En het was wel apart dat Japan dacht, nou ja, Senegal maakt geen goal meer. En daar gokken we op. Ongelooflijk. Die bondscoach ook vooraf, hè, op 6 plekken maar liefst zijn basisopstelling gewijzigd. Enorme gok genomen. Ja, dat klopt. Ze dachten waarschijnlijk wel, als wij nu vol voor die 1-1 gaan en we krijgen de counter nog een tweede tegen, dan hadden ze er natuurlijk uitgelegen. Ja. Want dan had het doelsaldo van Senegal beter geweest. Dus het is ook wel weer een beetje te begrijpen. Maar het was niet het was niet leuk om naar te kijken. Die wedstrijd was sowieso al niet leuk. Nee. Ik heb er stukken van gezien en het eind was helemaal verschrikkelijk. Ja, het was inderdaad niet om over naar huis te schrijven. Als we dan kijken naar die andere wedstrijd in de pool, Colombia tegen Senegal. Senegal hoefde eigenlijk niet. En de eerste helft gingen zij wel als de brandweer. Dacht ook een penalty te krijgen. Een tackle van Sanchez op Mané. Maar gelukkig is er dan de VAR, hè Kees? Ja, ik moet zeggen dat ik het wel heel moeilijk vind hoor. En dat die scheidsrechter Maas iets was het geloof ik, dat die dan mis zat. Ja, die staat natuurlijk vanaf de andere kant. Die kan dat bijna niet zien. Nee. En dan beslist hij en dan is het uitstekend dat hij varrer is. En dat die scheidsrechter in eerste instantie een foutje maakt. Ja, daar lig ik niet zo wakker van hoor. Dit gebeurt gewoon. Elke scheidsrechter maakt wel een fout. Ja. Maar de wedstrijd zelf, ja, Senegal dacht we zijn veilig. En de Colombia, die waren echt dramatisch, vond ik. Ja. Die deden helemaal niks. Nee. Het leek eerder andersom. Dat Colombia veilig was. Want Senegal ging af en toe nog naar voren. Ja, die moesten het laatste kwartier omschakelen. En dan zie je toch dat heel moeilijk is. Ja, absoluut. Uiteindelijk valt ook Gámez uit in de eerste helft. Daar is toch wel wat aan de hand. Hè. Pekerman die ook na afloop zei, ik heb geen idee wat er is. Had ook geen last voorafgaande. Als Gámez nu daadwerkelijk helemaal niet meer in actie komt, dan is het boek wel dicht, neem ik aan, toch, voor Colombia? Ja, dat kan ik me niet voorstellen. Dat ze hebben natuurlijk met Gámez hun beste wedstrijd gespeeld. Ja. Nou ja, gisteren was hij blijkbaar al vanaf het begin niet fit, want hij was redelijk onzichtbaar al snel, al meteen. Hè? Ja. Al heel snel zag je hem een beetje. Als ik dat gisteren, dat verloop van die wedstrijd ook zag, de laatste 70 minuten zonder Gámez, ja, dat was echt. Die Quintero probeerde het nog wel, maar. Ja, Falcao ook weer op een eiland, hè, Falcao? Gewoon niet in het spel. Ze hebben heel weinig mensen om hem heen. Die Guardado probeert het wel, maar die staat echt puur aan die rechterkant.
Ja, de spelervatting hebben ze uiteindelijk zover gebracht. Hè? Twee keer de eerste goal uit de spelervatting. Wel, twee goede goals. Was jouw tweetje, hè? Want het was natuurlijk een fantastische kopbal uiteindelijk, die binnenvliegt. Maar het paalverdedigen bij de Senegalezen, dat sloeg nergens op. Nee, ja, daar let ik dan weer op. Hè? Die guy die stond gewoon uit te rusten. En ik vraag me af of hij hem gehad had, hoor, überhaupt. Maar ja, je moet wel actief zijn bij die paal en niet daar staan zo van, nou, ik doe mijn werk en zo is goed. Ja, hij kon in ieder geval niet tussen hem en de paal, daar kon hij in ieder geval niet in. Dat wel. Ja, maar wat is de gouden regel? Leg ons dat eens even uit, Kees. Wat is eigenlijk de algemene regel als je bij een paal staat bij een corner? Ja, volgens mij moet je, Frank de Boer zei het ook, iets van een halve meter had hij het over. Maar volgens mij moet je gewoon je hand met je bijna niet helemaal gestrekt, met je half gestrekt vasthouden aan de paal. En dan aan de binnenkant gaan staan. Dus dat je met je linkerbeen hem kan wegwerken en met je rechterbeen. Dus dat je reach van zeg maar 1,5-2 meter hebt. Dat is een beetje de stelregel. In ieder geval niet zo leunen tegen een paal. Nee, niet de paal echt dekken, letterlijk zeg maar. Ja. Dat is niet de bedoeling. Nee, we werden wel verwend ook 's avonds. Engeland B tegen België B. Beide ploegen mochten eigenlijk niet winnen. Waarin zag je dat nou het beste naar voren komen in die wedstrijd? Dat is altijd moeilijk om te zeggen. Maar dat er bijna geen kans is geweest, denk ik. België kreeg de eerste helft een kans, die scrimmage die van de lijn werd gehaald. En Engeland kreeg na rust nog een goede kans van Rashford natuurlijk, die wel had moeten maken of over had moeten spelen. Ja, verder was het heel zakelijk en rustig en ging België al vrij snel op zoek naar 2 gele kaarten uiteindelijk. Ja, het was allemaal dat de eerste 20, 25 minuten nog meeviel trouwens, waren er bijna geen overtredingen. Maar het was een aparte wedstrijd en een aparte situatie en heel veel kan je erover zeggen. Ik denk dat het uiteindelijk misschien niet zo heel veel uitmaakt. Nee? Als ik heel eerlijk ben. België heeft nu in eerste instantie een makkelijkere wedstrijd tegen Japan dan Engeland. Ja, dan zou je altijd zien dat Engeland er nu uitvliegt. Dan zegt iedereen hoe dom kun je zijn dat je tweede bent geëindigd. Dus het is moeilijk om te zeggen wie nou eigenlijk de juiste keuze heeft gemaakt, vind ik. Ja, maar in ieder geval, de bondscoaches hebben er in ieder geval alles aan gedaan om tweede te worden in de pool, toch? Ja, dat denk ik. Nou ja, goed. Ik snap ook wel dat je roleren gaat als je al veilig bent. Want er zijn ook heel veel jongens die gewoon ontzettend veel wedstrijden hebben gespeeld. En Ellie is natuurlijk niet helemaal fit. Was al niet fit. En Kane die heel veel wedstrijden heeft gespeeld en geblesseerd is geweest ook. Ja, dat zijn ook jongens die hun rust dan uiteindelijk gewoon nodig hebben. Hè. De Bruyne, Hazard bij België. Dus ik snap het ook wel dat hij gewoon sowieso ging roleren. Ja. Dus dat verbaast me niet. Grootste blunder in de wedstrijd? Batshuayi naar die 1-0 of die kans van Welbeck? Ja, geweldig hè. Ja, die Batshuayi was wel echt leuk. Ja. En ook zijn reactie op Twitter daarna vond ik prachtig hoe hij dat zei. Hè? Ja. Hij zei iets over dat Fortnite juichen, dat is nu geweest. Ja. Ik dacht, ik doe het op een andere manier. Ja, dat vind ik dan ook wel heel leuk. Ja. Maar Welbeck ook, die snel genomen vrije trap. Ja, dat was ook een leuke. Daar staan ze wel bekend om, hè, de ingestudeerde vrije trap. Wat doet hij? Ja, ik weet het niet. Maar het was heel raar. Maar het paste wel een beetje in de wedstrijd. Dat dit soort dingen dan uiteindelijk zijn blijven hangen. En ik vond wel dat Mark van Rijswijk trouwens een goede oplossing had. Of oplossing, een idee had. Dat je misschien voor het toernooi dat je beslist de twee beste teams, ploegen. Of hoogst genoteerde ploegen. Dat die de eerste wedstrijd tegen elkaar spelen. Dat je in ieder geval voorkomt dat je de leukste wedstrijden op het eind hebt en die dan nergens meer omgaan. Dat is hele goeie. Dus dat is misschien een ideetje om. Je had natuurlijk Portugal-Spanje hebben we natuurlijk gezien. Ja. Duitsland-Mexico dan in principe wat de twee sterkste waren. Nou ja, dan zie je ook wel gelijk dat die wedstrijden er vol voor. Dat ze er vol voor gingen en dat ook de leukste wedstrijden waren van het WK. En daarna ook dus zeg maar de derde wedstrijd ook echt ergens over gaan. Dat is natuurlijk ook wel Ja, tenminste dat is dan sowieso omdat dan misschien een van die twee sterke ploegen dan nog ergens voor moet gaan. Zoals Duitsland nu. Ja, want we zagen ook bij die andere wedstrijd Panama tegen Tunesië. Uiteindelijk wint Tunesië met 2-1. Panama het allerslechtste team op dit WK? Nee, volgens mij niet. Ik denk uiteindelijk dat Egypte is geweest. Ja? Denk ik. Ja, die waren wel ontluisterend 3 keer. Vond ik. Saudi-Arabië was ook niet best. Maar die hebben dan die laatste wedstrijd nog gewonnen. Ja, van Panama was het uiteindelijk. Die hebben gisteren eigenlijk nog wel best goed partijen geboden aan Tunesië. En die kunnen ook echt niet beter. Egypte kan volgens mij wel beter.
En daar hadden veel mensen wat meer van verwacht. Ja. Dus ja, dat is het ook uiteindelijk. Hè? Want Panama maakte eigenlijk ook op een fantastische manier de 2-2. Die werd uiteindelijk afgekeurd. Uiteindelijk was dat heel goed voor onze bet. De hashtag Mamoduro voor de kijkers die gisteren niet hebben gekeken. Wij zaten gisteren in de uitzending met Hedwiges Maduro. En toen ging het over het volgende. Maar toevallig zei mijn moeder wel gisteren tegen mij van... ik denk dat Zuid-Korea gaat winnen. Dat is jouw misschien moeder, anders, Mama maar, Maduro? Ja. Mama Maduro? Mijn moeder, ja. Lekker. Maar mijn moeder heeft niet zoveel verstand van voetbal, moet ik zeggen. Maar gisteren toch wel. Oké. Okay. Dus dat was wel verrassend. Hey, maar kon jij Mama Maduro ook bellen als wij je tootootjes inzetten, of niet? Ja, dat was dus of we een tootje in kon zetten. Hedwige zat toen nog in Spanje, belde naar Almere, vroeg de tips door. Nou, die kwamen ook gewoon door. Zoals gezegd, Colombia moest winnen, Polen moest winnen, België moest winnen en Tunesië moest winnen. En ja, dan win je gewoon €275 met een tientje inzet. Heerlijk, bij onze grote vrienden van Toto. We zijn vanochtend naar Almere gereden, naar het huis van Ma Maduro. En een bosje bloemen, fles champagne voor zoon Hedwiges. Later vandaag kan je de hele video zien. Want het was een zeer bijzondere ontmoeting met Ma Maduro. Mooi om te zien. Die ouderwets gewoon alles opschrijft van het toernooi. Dus wie er doorgaan en dat soort dingen. Niks internet, gewoon mooi, alles met de pen bij. Ik heb mijn moeder ook even gesproken, trouwens. Jouw moeder? Ja, die zei dat Japan wereldkampioen wordt. Dus die heeft er echt geen verstand van. Nou, dan mogen we straks... dit wordt nog wat, hè. Straks hebben we dus hashtag Maduro, Ma Maduro, hashtag Ma Kwakman. Goed. Nee, mijn moeder heeft wel redelijk verstand van voetbal. Dus dat heeft ze niet gezegd. Oké. Nou, ik ga wel lachen als Japan heel ver komt. Zou het zijn. We gaan het straks hebben onder meer over wie de wereldkampioen gaat worden, wie de topscorer gaat worden van dit WK. Maar we gaan eerst naar Rotterdam, want daar zit onze grootvriend Justin Kevenaar met een lesje van de voetbalgeschiedenis. Een hele snelle en korte versie van op deze dag, want in 2002 speelde Turkije tegen Zuid-Korea om de derde plek en daarin gebeurde iets unieks. Hakan Şükür tekende namelijk al na 11 seconden aan voor de eerste goal. En dit is tot op de dag van vandaag de snelst gemaakte WK-goal ooit. Şükür verbeterde daarmee een record uit 1962, toen de Tsjech Václav Mážek 16 seconden nodig had voor zijn WK-doelpunt. En dat is dus ook precies zolang als dit item van vandaag zal duren. Nou, Justin, even er lekker doorheen gesjeest. Overigens, de hashtag van jouw moeder is hashtag Kwakma. Kwakma? Nee, Kwata. Dat is de bijnaam. Wat? De bijnaam is Kwata. Van je moeder? We hebben toch in Volendam hebben we toch allemaal een bijnaam? Oké. Hashtag Kwata. Heel goed. Daarover later meer. We gaan eerst kijken naar de achtste finales. Voor wie is eigenlijk, als we naar al die ploegen kijken, voor jou de grote verrassing die hier tussen staat? Van de 16 ploegen? Zweden. Vind ik wel. Ook de manier waarop. Hè. Eerst in de pool. Dus ik had Duitsland sowieso verwacht. Ja. En Mexico eigenlijk ook wel. Maar Zweden die dan met name eerst in de pool vrij overtuigend ook. Zeker die laatste wedstrijd. En Rusland, ja, weet je, dat net zo goed Egypte of Saoedi kunnen zijn, dat wist ik niet van tevoren. En bij Colombia, Japan, dan had het ook iedereen kunnen zijn in die pool. Dus dat vind ik dan niet echt heel verrassend. Nee, dat is ook zo. Kijk, er waren natuurlijk wel wat verrassende uitzagen. Uiteindelijk zijn er eigenlijk wel bijna alle grote ploegen doorgaan op Duitsland na. We gaan nu naar de knock-out fase. Voor wie is voor jou nu de grote favoriet, nu er nog maar 16 ploegen over zijn? Nou, die is er niet. Volgens mij heeft nog geen enkele favoriet echt heeft er bovenuit gestoken en heeft top gespeeld. Ik denk dat Kroatië en Uruguay zijn 9 punten natuurlijk gehaald. Weinig goals tegen. Ze hebben het boven verwachting misschien wel gedaan. Uruguay had je wel verwacht, maar echt wel goed. Maar zijn niet echt hele grote favorieten. Zijn meer outsiders. Ja. Van de echte grote favorieten vind ik het allemaal nog niet heel erg overtuigend, moet ik eerlijk zeggen. Nee, Brazilië, Frankrijk, Spanje. Duitsland is er natuurlijk uit. Vind ik het nog niet echt overtuigend. Dus er is niet echt één favoriet. En dat maakt het ook wel hartstikke leuk. Ja, dat is ook... Laten we even kijken naar de favorieten nu. Volgens Toto voor de winnaar van het WK 2018. Ja, dat betekent ook, hè, wat Kees ook zegt. Er is niet één grote favoriet. Dat betekent dat de quotes ook wel redelijk hoog liggen. Als je nu je geld op één land moet zetten van deze 6? Frankrijk. Waarom?
En die vind ik dan in verdedigend opzicht het meest degelijk. En ik denk dat die aanvallen het nog wel veel beter kunnen. Ik vind die fysiek zo sterk, zo snel allemaal. En achterin vind ik ze echt goed. Ja. Echt een goede achterhoede vind ik ook. Met Kanté daarvoor als blok. Ja, ik denk dat het heel moeilijk is om daarvan te winnen. En dan denk ik niet dat ze heel sprankelend erin gaan spelen. Maar ze zijn gewoon ontzettend stug. Ja. En een hele brede bank, hè? Mocht er iets misgaan met blessures, schorsing of iets. Ook nog die man en die CBD, hoe heet die CDB? Die zit dan nog op de bank. Die misschien eigenlijk wel beter zijn dan die twee die er nu staan. Maar ja Mandy is natuurlijk geblesseerd geweest. Maar ja, ontzettend goede achterhoede vind ik. Ja, als we nu gaan kijken naar de beste speler voor jou tot nu toe. Is er iemand die er bovenuit steekt? Die vindt dat hij echt heel goed speelt? Ook niet echt, hè. Kroatië vind ik Modric, Rakitic. Ja. Maar daar ben ik sowieso fan van, allebei. Isco vind ik goed bij Spanje. En ik vind Godin ook echt goed. En staat natuurlijk een beetje bekend als een echte verdediger en houthakker. Maar ik vind hem ook aan de bal. Heb ik hem een aantal rustjes zien maken. Indribbelen, hè? Vanuit achteruit. Ja, klopt. En dan staat hij ook nog aan de linkerkant, hè, waar hij dan met zijn rechterbeen uitkomt. Ja, en dat vind ik zo'n geweldenaar. Terwijl hij ook niet de allersnelste is, hè, maar... Ja, hij staat altijd goed, Kees. Altijd goed, positioneel. Ja. En ook geen risico. Koppend zo goed. En echt de leider daar achterin. En nul tegen goals. Niet tegen drie wereldploegen, maar... Ja, vind ik ook gewoon, zeker in verdedigend opzicht, een echte topper. Ja, als we kijken naar de grote drie, Neymar, Messi en Ronaldo. Wie van die drie gaat het nu het meest laten zien in de knock-outfase, denk je? Wie gaat erop staan? Ja, Ronaldo heeft al opgestaan, om het zo maar even te zeggen. Ja. Die heeft Portugal natuurlijk al na de achtste finale geloodst. Dus die is al bezig. Die andere twee moeten het wel. Messi dan de laatste wedstrijd met die goal. Hij heeft ook nog niet echt het sprankelende laten zien. De vraag is of hij dat überhaupt kan laten zien bij Argentinië. Dat is de vraag. Ja, en Neymar zitten we allemaal een beetje op te wachten tot hij tot het iets meer wordt. We tot nu toe herinneren, denk ik, alleen nog maar een beetje het piepen en het janken van hem. Ja, absoluut, ja. Want dat is het gekke, naar de topscorers. Dit waren natuurlijk vooraf ook eigenlijk drie favorieten. Hè. We hebben nu weer nog zes mensen staan. Ik zit even te kijken. Nee, kijk, ik heb vooraf bij Toto heb ik Griezmann gezet als topscorer van dit WK. Ja. Nou, begon goed met een goal in de eerste wedstrijd. Maar vervolgens ook stilgevallen. Nee, die zit er ook niet echt lekker in. Hè? Nee, hè? Nee. Hij zegt dat zelf ook, hè. En ik zag hem die tweede wedstrijd wel wat beter renderen met Giroud voor hem. Ja. Dus ik had ook wel verwacht dat nog beter zou gaan. Maar ja, die laatste wedstrijd was ook wel een beetje apart natuurlijk tegen Denemarken. Ik verwacht daar wel ietsje meer van. Overigens, Griezmann, voor de Griezmann-fans, 50 keer je inzet. Mocht je nog denken dat hij topscoort. Maar wie denk je, als we naar dit rijtje kijken? Ik ga dan toch voor Harry. Ja. Harry Kane. Ja. Ook omdat hij de strafschoppen neemt. Ronaldo natuurlijk ook. Lukaku neemt niet de strafschoppen. Dat zijn dingetjes die ik dan ook mee reken. Ja, absoluut. Ja, is ook zo. Ja. Ja. Harry Kane, oké. Ja, ik zit ook te twijfelen. Dat is wel een hele goeie. Trouwens, want er worden nogal wat strafschoppen gegeven nu met de VAR. Ja, klopt. Ronaldo neemt ze natuurlijk ook, hè, in de vrije trappen. Dus Ja, Messi en Ronaldo allebei gemist, hè, dit toernooi al. Maar die zullen ze nog wel absoluut nog blijven nemen. We gaan door met de quizvraag. Eerste quizvraag van gisteren. Hoe vaak werd de titelverdediger in de eerste ronde uitgeschakeld op een WK? En welk land overkwam dat als eerste? Nou, dat is 6 keer gebeurd. Kijk, dit heeft Rick Broek Roelofs het uitstekend opgeschreven. Italië overkwam dit als eerste in 1950. En dat kwam omdat ze in 1938 wereldkampioen werden. Er werd even niet gevoetbald vanwege een wereldoorlog. En in totaal werd een titelverdediger 6 keer uitgeschakeld, inclusief Duitsland. Nou, deze man had het uitstekend goed voor elkaar. Gefeliciteerd, Rick. Jij wint het shirt Val van Oranje. Natuurlijk het prachtige shirt naar aanleiding van het boek van Pieter Zwart. Dan de vraag van vandaag. Een lange vraag. Senegal behaalde in groep H evenveel punten als Japan. Maar werd gisteren toch uitgeschakeld op basis van het fairplay-klassement. Wat waren de laatste drie landen die ook niet doorgingen naar de achtste finales van het WK, ondanks dat ze evenveel punten hadden behaald als de nummer 2 van de groep? Mocht je het antwoord weten, hashtag WKDaily en dan maak je kans op een fantastisch, fantastisch shirt of boek van... Pieter Zwart en Dasmach.
Dankjewel, Das Magnog, voor het leveren van deze fantastische prijzen. Gaan we door met... heb jij enig idee trouwens, Kees? Dat is een vrij lastige vraag, hè? Ja. Ja, gaan we door met de kijkersvragen. Er komt een vraag binnen over Quintero. Die komt bijna elke dag bij binnen. Je hebt hem gisteren natuurlijk weer zien spelen. Kan hij mee in de top in Europa? Ja, dan moet ik het zelf antwoord geven als de laatste keer dat ik hem alleen nu op het WK zie spelen. Nu een derde wedstrijd. Ja, klopt. Maar het is niet dat ik nou alleen speciaal op Quintero let. Ik vind wel dat hij echt wel wat heeft. Zo gisteren zag je ook, hij heeft zo'n kapbeweging die hij steeds doet. Dat vind ik wel leuk om te zien. En die passes tussen de linies. Dus je ziet echt wel dat hij wat heeft. Hij lijkt me wel een beetje, als je een beetje dik is, of niet? Ja, hè? Lichtelijk corpulent. Dat viel me gisteren op. Ja, hij liep gisteren naar de kant. Toen ging hij even met de coach. Toen ging hij zo even met de coach praten. Zo. Onzin. Heb jij ooit in je leven zo tegen iemand gepraat? Ah, kijk, Messi, Sampaoli praten nu even niet zo tegen Messi. En dan staat gelijk heel internet vol dat hij... Dus aan de ene kant begrijp ik het ook nog wel. Want het is de media hun eigen schuld uiteindelijk. Ja. Maar ik vraag me af of hij hem wel kon verstaan als je zo praat. Maar dan sta je daar als trainer, Kees, gewoon ja te knikken. Geen idee wat hij zegt. Natuurlijk, ja. Maar ja, hij zal het wel moeten laten doen nu, hè, qua creativiteit op dat middenveld. En hij is wel natuurlijk een creatieve speler. Ja. En Gámez niet. Gámez liet hem ook gewoon die vrije trap nemen, trouwens. Ondanks dat Gámez toen nog in het veld stond. Vond ik ook wel tekenend. Die staat wel hoger in de hiërarchie, ondanks dat Quintero wel heeft gescoord. Ja. Dus, maar ik vind het een leuke speler om te zien. Linkspootje ook, hè. Dus dat trekt sowieso dan al mijn aandacht. Ja. Dus vooral dat, als je dan ook met rechts binnen schiet, toch? Ja, nou ja. Vooral die linkspoten. Ja. Ja. Heel goed. Heb je tot nu toe alle wedstrijden gekeken? Ja, nu met die twee wedstrijden heb ik... Dan zoals Polen, Japan, dat heb ik dan gisteren echt al tik. Dan zit ik af en toe te zappen. Van de week Mexico, Zweden kijk ik dan wel op twee schermen. Ja. Maar ik heb bijna alle wedstrijden gezien. Ja, volgens mij wel. Ja. Sommige heb ik dan een stukje opgenomen dat ik nog even terugkeek. En was ik even aan tennis of zo. Ja, ik heb denk ik alles gezien. Ja. Jij neemt dan ook op, wat een held ben je ook, Kees. Gewoon even opnemen, een WK-wedstrijd, dan al terugkijken. Ja, nou ja, goed, soms dan... Ja, dan kan je wel even niet. Of dan geef je even een avondje vrij. Maar het is nu komen de gerust ook af en toe een avondje niet. Dus dat is ook wel even lekker. Even rustdagen in huizen, Kwakman. Ja. Wat wordt jouw rol dit jaar bij Volendam? Wil iemand weten? Ik ga daar een adviserende en ondersteunende rol spelen. Je bent de Bert van Marwijk van Volendam. Hey, dit is toch beter kan niet. Ja. Ja? Ja, dus waar het kan zal ik er zijn. En of dat ook op het veld... Af en toe, want dat lijkt me ook gewoon leuk en leerzaam. En ik denk ook dat ik wel... We hebben natuurlijk een grote groep, dus ik kan ook... Dus dat is ook nodig. En dan kan ik individueel met name met jongens bezig zijn. En het ligt een beetje aan mijn schema bij Fox natuurlijk. Nu in de voorbereiding ben ik er denk ik ietsje meer. Omdat dan de competitie nog stil ligt. Dus het moet even een beetje zijn invulling krijgen. Maar ik zal er zoveel mogelijk zijn. Want ik vind het gewoon leuk tot nu toe om... Een trainingscursus ook nog bij doen of dat nog niet? Nee, ik heb 3-2 al. Dus ik heb al mijn trainingscursus 3-2. Maar ik ga echt geen tijd hebben om dat er nog bij te gaan doen. Dat gaat me echt niet lukken. Okay. Het is ook even kijken. In mijn eerste echte volledige jaar ook als niet-speler, zeg maar. Dus kijken hoe dat allemaal gaat vallen. Ja, misschien heb ik wel tijd over of tijd tekort. Dat moet ik even bekijken. Okay. Wat gaat Kees Kwakman doen op deze rustdag? Ik ga vanmiddag ga ik eventjes... Nou, maandag begint natuurlijk de training. Daar om het voor te gaan. En dan moeten die jongens ook... ik heb wat oefeningetjes voor ze. Wat loopoefeningen. Gaan ze niet leuk vinden. En die ga ik vanmiddag zelf eventjes doen. Om te kijken hoe het qua tijd en zo zit. Oké. Okay, en vanavond ga ik naar Ed Sheeran in de arena. Kijk. Lekker zeg. Ja. Oké. Okay. Wat is je favoriete nummer van hem? Dan moet ik natuurlijk zeggen Barcelona. Hij heeft een nummer over Barcelona. Ja, dat zint mij natuurlijk wel. Dus, maar dat is best wel een leuk nummer, een vrolijk nummer. Dus ik hou wel van de vrolijke nummers. Oké, Kees, heel veel plezier dan bij Ed Sheeran. Yes, jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Morgen om 12 uur zijn we weer. En dan gaan we natuurlijk vooruitblikken op de 2 achtste finales die morgen gespeeld gaan worden. Graag tot dan.